الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Beste broeder en zuster. In de preek van vandaag staan we stil bij de volgende vraag. Hoe gaan wij om met de gunsten die wij van Allah subhanahu wa ta'ala ontvangen? En wij dienen allereerst dankbaar te zijn over de gunsten die we krijgen, zoals we geduldig moeten zijn als ons beproevingen en moeilijkheden overkomen. En deze dankbaarheid dient niet alleen beleden te worden met de mond, maar ook met het hart en met daden. En hoe kun je nu bij jezelf nagaan dat je echt dankbaar bent? Dit doe je door allereerst te erkennen dat wij de gunsten van Allah subhanahu wa ta'ala ontvangen. En ten tweede dien je ook te erkennen dat deze gunsten van Allah subhanahu wa ta'ala alleen zijn en niet van een ander persoon afkomstig zijn. En verder dienen wij de gunsten die we krijgen niet te minachten. Met andere woorden, niet dankbaar te zijn voor de kleine gunsten die je ontvangt. En dit doe je door te ontkennen dat je deze gunsten van Allah subhanahu wa ta'ala ontvangt. Als je zegt dat jij deze gunsten bereikt hebt door je eigen harde werken. En daarnaast moet je als moslim niet jaloers zijn op andere mensen die een gunst van Allah subhanahu wa ta'ala hebben gekregen. Want denk eens na wat je op dat moment doet. Want je bent dan in feite boos op degene die de gunst uitdeelt. Maar wie is degene die de gunsten uitdeelt? Is dit niet Allah subhanahu wa ta'ala? Dan pas er daarom voor om niet jaloers te zijn op anderen die gunsten ontvangen. En soms gaat een gunst van iets goeds naar iets slechts. Of de gunst verdwijnt. Bijvoorbeeld van een goede gezondheid naar een slechte gezondheid. Maar als we hier verder over nadenken, dan zien we dat ook deze slechte gezondheid in feite een gunst is van Allah subhanahu wa ta'ala. Want als jij geduldig bent in deze situatie, dan leidt deze zieke gezondheid namelijk tot het uitwissen van jouw zondes. En hiermee is een situatie die er niet uitziet als een gunst, namelijk een slechte gezondheid, wel degelijk een gunst van Allah subhanahu wa ta'ala. En Allah subhanahu wa ta'ala zegt in de betekenis van in de Koran: en indien jullie de gunsten van Allah zouden willen optellen, dan kunnen jullie ze niet opsommen. Voorwaar, Allah is zeker vergevingsgezind, meest barmhartig. En dit vers leert ons duidelijk dat de gunsten van onze Heer oneindig zijn. En in een andere vers zegt Allah subhanahu wa ta'ala het volgende: en Allah heeft sommige van jullie boven anderen begunstigd met rizq. Oftewel voorziening. Maar ondanks deze duidelijke verzen zijn er genoeg mensen die simpelweg ontkennen dat ze gunsten van Allah subhanahu wa ta'ala ontvangen. En anderen worden zich pas bewust van deze gunsten totdat ze deze gunsten kwijt zijn. Bijvoorbeeld de persoon die altijd gezond is geweest en dan ineens ziek wordt. Dan pas ervaart hij het gemis van de gunst van de gezondheid. En verder zijn er gunsten die we gekregen hebben, maar waarvan wij ons niet bewust zijn. Zo functioneert ons lichaam bijvoorbeeld perfect, maar we weten eigenlijk niet hoe ons lichaam werkt. En verder zijn er gunsten die we nooit zullen begrijpen of zullen bereiken in dit wereldlijk leven. En verder zijn er bepaalde gunsten die alleen aan bepaalde personen zijn toegekend, zoals bijvoorbeeld de gunsten van het profeetschap. En ook is het zo dat sommige gunsten toegekend worden en andere niet. Zoals bijvoorbeeld de twee die 's ochtends naast elkaar staan te verkopen. De een heeft aan het einde van de dag een goede opbrengst en de andere niet. En het volgende Koranvers leert ons een belangrijk principe in het aanvaarden van de gunsten. Wanneer Allah subhanahu wa ta'ala het volgende zegt: en het kan zijn dat jullie afkeer van iets hebben terwijl het goed voor jullie is. En het kan zijn dat jullie van iets houden terwijl het slecht is voor jullie.
En Allah weet, terwijl jullie niet weten. En daarom, beste broeder en zuster, wees dankbaar als jou een gunst tegemoet komt en wees geduldig als je moeilijke tijden moet doormaken. En het hopen op de gunsten van Allah subhanahu wa ta'ala is een vorm van aanbidding. En wees daarom nauwkeurig in het vragen van de gunsten van uw Heer. Want weet dat uw Heer de meest nauwkeurige is. En smeek uw Heer dan ook om deze gunsten te ontvangen. En weet dat zelfs de regendruppel die valt, hiervan door uw Heer bepaald is wanneer deze zal vallen, in welke hoeveelheid en op welke plek deze zal vallen. En het onderwerp van de gunst is gekoppeld aan het onderwerp van de tauhid. En het juiste begrip van de gunst leidt tot een versterking van de tauhid. En verdiep je daarom in de gunsten van Allah subhanahu wa ta'ala en laat hierdoor jouw imaan toenemen. En wees dankbaar als je een gunst van Allah subhanahu wa ta'ala ontvangt en wees geduldig als je beproefd wordt in deze wereld. En dan volgen hier een aantal mededelingen. Allereerst is er zaterdag na Salat al-Asr een lezing in het Nederlands. En wees welkom om deze lezing bij te wonen. Verder zijn er op dit moment ongeveer 1000 Syrische vluchtelingen in het AZC in Geelze. En daarom willen wij de Al-Fath Moskee in samenwerking met Al-Araish Al-Ghad een eidfeest voor hen organiseren na het offerfeest. En wij doen deze oproep alvast omdat wij jullie hulp nodig hebben voor donaties van kleding en schoenen en speelgoed voor de kinderen. En na het offerfeest het vlees van het offerfeest, zodat wij op 12 oktober een feest voor hen kunnen organiseren. En zodat zij ook van de eet kunnen genieten. En verder zijn ook donaties in de vorm van geld welkom. En dit jaar is het ook mogelijk om via de moskee uw offerdier te kopen. En aanmelden hiervoor kan via Younis El-Madidi of bij het moskeebestuur. En u hebt de mogelijkheid om uw dier vooraf te bekijken. De laatste mededeling met betrekking tot onderwijs is dat zaterdag de lessen zullen starten om 10:00. En degenen die hun kinderen nog niet hebben ingeschreven, kunnen dit alsnog doen. Ik heb een ولعبة الأطفال والحمد ديال العيد إن شاء الله حتى التبرعات اللي بغي يتبرع بالفلوس يقدر يتبرع وهذا العام راه ممكن باش الإنسان يشري العيد ديالو على طريق ديال المسجد اللي بغي يتسجن ياخذ معلومات من الأخ يونس المديدي ولا يجي عند لجنة المسجد ونهار السبت إن شاء الله غادي يبداو التعليم ديال الأطفال مع 10 ديال الصباح. الله أكبر الله أكبر عشان